Paulien Coquet, 57-21 en een beste Europese jaarprestatie bij de belofte. Had je dat ooit durven dromen? Nee, zeker niet. Ik wist zelfs nog niet dat ik daar al direct weer een seconde zou afdoen. En zeker beste Europese jaarprestatie, dat is heel zot. Ja. Vorig jaar droomde je al van het EK voor belofte, maar nu mag je met zo'n tijd wel een finale gaan ambiëren. Ja, dat is toch het grote doel, om toch in die finale terecht te komen. Voordien was dat nog niet zeker, maar nu met deze tijd mag ik daar toch wel op gaan hopen. En ga ik er ook alles aan doen om er toch te geraken. Wat is de rol van je passage op de World Relays met de Belgian Cheetahs in dit succes van vandaag? Toch wel algemeen professioneler geworden, vind ik. Ook zo mentaal veel sterker geworden. Normaal was ik met allemaal andere dingen bezig op voorhand. En nu weet ik beter hoe ik op mezelf geconcentreerd moet blijven. En zeker met zoveel goeie rondom u was dat altijd moeilijk voor mij. En nu heb ik dat toch gemerkt dat dat al een veel vooruitgang is. Ja. Lage 57 vandaag. De WK-limiet begint te lonken. Ja, dat weet ik niet. Dat is toch nog wel een stuk eraf. Ik weet wel dat ik heb wel echt het gevoel dat ik nog beter kan dan vandaag. Want het was nog niet de perfecte koers. Maar WK-limiet is toch wel nog een stukje. Maar ja, dromen mag, hè. Je spreekt over werkpunten. Wat zijn dan die voornaamste werkpunten nog? Nu merk ik dat ik tekort kom op mijn horde. Dus misschien het pasritme toch terug gaan aanpassen. En dan zoveel zekerheden krijgen. Hoeveel passen dat ik tussen de horden moet doen. Vooral dat eigenlijk. En dat ik alles kan geven, want ik had nog misschien een klein beetje over. Dus alles eruit krijgen, dat is het werkpunt. Je bent de afgelopen jaren niet echt in aanmerking gekomen voor internationale kampioenschappen. Maar afgelopen winter heb je met die selectie voor het EK Indoor met de Cheetahs bewezen dat je internationaal echt wel iets waard bent. Hoeveel deugd doet dat om na die jaren vol hard werk ook er terug te staan? Ja, heel veel deugd. Voorbije 6 jaar was altijd mijn doel om terug eigenlijk internationaal te mogen gaan. En om die jaren toch daarna een beloning te zien gaan, dat doet ongelooflijk veel deugd en geeft ook weer echt een boost om te blijven gaan, er alles nog aan te doen. En ik geniet er echt volop van. Dat is eindelijk nog je werk dat beloond wordt, dat is echt fantastisch. Denk je dat Hanne Klaas dit jaar het Belgisch record op de 400 meter horde kan verbeteren? Ik denk dat zeker, ja. Als ze zich kwalificeert voor Doha, dan gaat ze denk ik nog wel echt mooie tijden laten zien, zeker. Heel erg bedankt alvast, Paulien, en tot in Zweden. Tot in Zweden.